Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Blevius, en welkom bij weer een nieuwe episode van Let's Play Car Mechanic Simulator 2014, met Blevius natuurlijk. Vandaag gaan we verder met de 1/4 add-on, dan gaan we natuurlijk even verder proberen om die auto's er te fine-tunen, zodat ze een bepaalde score kunnen halen, wat in ieder geval wel heel erg belangrijk is. Wij gaan dus hier zometeen beginnen. Even kijken. Deze hadden we volgens mij al gehaald. Ja. Dit was nog degene van de vorige keer waar we heel veel problemen mee hadden. Maar nu gaan we dus eindelijk weer verder. Met het fine-tunen van de volgende auto. Kijken of we die kunnen halen. Even kijken. Deze moet onder de 1730 komen. $7000. $7000. We gaan gewoon eventjes een beetje hoofdrekenen, denk ik. Wat kunnen we voor $7000 halen? Nou, heel erg veel. Oh nee, wacht even. Tuning parts. We gaan natuurlijk voor vermogen. Dat gaspedaal en zo, daar kunnen we toch ook vervangen, dacht ik. Dit is toch een soort van... dit is het gaspedaal. Nou kijk, we kunnen gewoon eruit halen. Nou, makkelijk toch? Dan vervangen we gewoon sowieso het gaspedaal eventjes. En deze lijkt me dan ook dat we dit gewoon vervangen. Zo. Die. Dit kan er volgens mij niet uit, dacht ik. De dingen kopcilinder. Of dat moet wel kunnen. Nadat we eerst deze eraf moeten halen. Zo. Oh, die kan er ook af. Mooi, dankjewel. Zo. Nou. Hebben we toch een paar mooie onderdelen die we misschien kunnen opvragen. Gaspedaal, bougiekabels, bougie, ontstekingsmodule, cilinderkop, deksel. Kijken wat we kunnen halen voor €7000. De bougiekabel. Dus deze. 1, 2, 3, 4 bougies. Cilinderkop. Deksel. Gaspedaal. Nou, dat zijn dan wat hele dure onderdelen die we nou vervangen hebben. Dan kan het gaspedaal kan weg. De bougiekabel kan weg. Bougies kunnen weg. Ontstekingsmodule. Die moet ik volgens mij niet wegdoen, dacht ik. Of hebben we nog een betere ontstekingsmodule? Ik dacht het toch niet. Oh, toch wel. We doen nog even een duurdere ontstekingsmodule erbij. Dan kan die ook weg. Cilinderkopdeksel mag weg. Goed. Dan gaan we die auto weer in elkaar zetten. Cilinderkopdeksel erop. Kijk, oh, dat ziet er toch wel zo mooi glanzend uit, of niet dan? Bougies erin. Kijk, dat ziet er alweer een stuk beter eruit voor zo'n auto, of niet dan? Dat ziet er gewoon top uit. Die ontstekingsmodule erin. Hoppakee. Nieuwe bougiekabels. Dat nieuwe gaspedaal erin. Hup, klik, zo. Kijk dan. Kijk dan eens even naar die motor, jongens. Zeg nou zelf, dat ziet er toch gewoon hartstikke netjes uit. We nemen dat ding even mee de baan op. Eens even kijken hoe ver dat ding ons naar het, ja, naar de top kan brengen. Nou. Hij schakelt nog wel een klein beetje traag, dan mocht er iets meer, denk ik. Gaan we net niet redden. Nee, we zijn net nog iets te traag. Dus ik denk dat ik nog vooral het spul aan de onderkant eventjes moet vervangen. We kunnen ja $7000 kunnen we uitgeven om die auto te fine-tunen. We hebben behoorlijk al wat uitgegeven. Even kijken. Hoeveel hebben we nog over ons budget? 4000. Eens kijken, wat kunnen we nog meer doen? Dat hebben we allemaal gehad.
Even kijken, we zouden natuurlijk de onderkant kunnen doen, hè? De uitlaatpijpen en zo. Hoppakee. Even kijken, halen die er gewoon vanaf. Zoveel mogelijk lijkt me. Even kijken. Zo, en dan die eraf. En zo werken we langzamerhand eigenlijk ook toe, een beetje toe naar Car Mechanic Simulator 2015. Dat komt ook weer langzaam in de buurt. En ja, dat zit natuurlijk allemaal een klein beetje op te wachten. Uitlaatpijp midden. Katalysator. Zo, nou, dat moet wel goed zijn zo. Even kijken welke onderdelen we allemaal hebben. Geluidsdemp achtergedeelte, uitlaatpijp achtergedeelte, geluidsdemp midden, uitlaatpijp midden en de katalysator. Oké. Even kijken, de katalysator. Zo, dikke 2000 euro, maar wel 8% meer vermogen. Volgens mij moeten we daar wel een klein beetje mee houden, ophouden, of niet soms? Denk ik. Ik denk dat die 2% meer vermogen wel voldoende moet zijn, toch? Huppakee. Mooie nieuwe katalysator eraan met 8% meer vermogen. Dat moet toch voldoende zijn, dacht ik, voor dit leuke uitje. Het zit op de 2000 euro dat we nog overhouden. Of $2000 in ieder geval. Het is al best wel veel dat we terug moeten pleuren desnoods. Maar ja, dan krijg je als je de katalysator eruit moet halen. Dat is wel een flinke aantal onderdelen. Goed, laten we hem nu eens een keer op het parcours weer zetten. Kijken of we nou wat verder kunnen komen dan eerst. Vol gas. Hij rijdt nu volgens mij wel netjes recht vooruit, dus dat scheelt. Ik hoef in ieder geval niet te sturen. Kom op, jongen. Kijk. Die hebben wij netjes voltooid. Even kijken. Ja, ik denk dat we daar ook meteen weer aan het einde zijn gekomen van deze episode. Sorry dat het zo kort geduurd heeft. Maar ik zou het heel erg fijn vinden als ik gewoon naar Car Mechanic Simulator 2015 zeg maar door kan werken. Want het schijnt dat hij een paar dagen weer is uitgesteld. Oh. Oh, 17:30. Oh, we zijn niet snel genoeg geweest. Oké, we moeten dan nog meer kunnen halen voor $3300. Geluidsdemper midden. Even kijken hoor. Uitlaatpijp. Nee. Uitlaatpijp achtergedeelte. Yep. Uitlaatpijp midden, yep, dankjewel. En een gewone. Nou, ik denk toch dat we hier het gevee wel mee moeten kunnen halen, toch? Hoop ik. Anders moeten we meer geld uitgeven dan dat ons lief is, volgens mij, toch? Ik dacht dat we tot 1780 moesten, maar we moesten tot 1711 of 1730, een van die twee. Dus dat is iets minder dan ik had gedacht eigenlijk. Kom hier. Zo, kom eruit. En dan er weer in, strakjes. Nou, even kijken. Natuurlijk wel die nieuwe erin. Ik al mijn geld weer uitgeven hieraan. Maar ja, alles voor die ene paar procentjes meer natuurlijk. Alles voor het mooie glimmende onderdeel. En natuurlijk het pronkstukje.
Zo. Dat kun je al verkopen. Dat kan wel weg. Dat is alleen een beetje winst weer van mij. Nou, dan gaan we de testparcours weer op. Voor mij moeten we dat 17:30 komen. Of 17:30, dat is wel best wel veel. Ja, die auto weet voor mij echt niet hoe ze moeten optrekken, of wel soms. 11:59. 17:51, dat is volgens mij net weer niet genoeg, hè? Ja, ik snap ook eigenlijk niet hoe ik het allemaal dan wel zou moeten betalen. Hier, $17.30. $7.000. Volgens mij zijn we er aardig ver overheen gegaan, of niet? Ik zou die nog kunnen halen. Ja, dan hou ik alleen nog maar deze. Of nee, wacht even. Die hou ik dan nog over. En die. En anders zou ik het niet meer weten, ben ik bang. Nou, ik wacht wel even met deze. Ja, zit niks anders op. Dan heel dat spul er weer vanaf halen. Net zoals de vorige keer. Zo lekker rotklus weer. Zo. Oké. Die er ook weer uit. Jou graag even open. Zo. Oh, ik wou dat zeggen. Waar is die startmotor nou weer? Zo. Alles even lekker stuk voor stuk eruit halen. Oh, zo'n leuk werk is dat. Vooral als je heel langzaam kunt... de boel kunt ontschroeven. Doe die nieuwe erin. Zo. En die. Hele versnellingsbakken weer lekker op. Zo, dan moeten we bij de wielen gaan. Ik wou dat die onderdelen gewoon iets makkelijker erop en eraf gingen. Dat was voor mij misschien wel iets handiger geweest. En dan heb ik nog die brandstof ding. Nog die ik moet doen. Nou, kom op. Wat komt er nog op neer dat we geld moeten gaan lenen, desnoods? Even kijken. Oh. Nee. Die mag weg. Startmotor is niet heel onbelangrijk, hè? Zo. Oh ja, moet eerst omhoog, hè. Het is een beetje dom daar naar onder te kijken van, nou, wat wil je nou? Even kijken, jij zit hier. Kom maar af. Ach nee, dat is deze, hè. Oh, wat erg. Doe die nieuwe erin. Nou, neem dat ding eens weer mee naar buiten hier. Kijken hoe ver we nu komen. Met de nieuwe brandstoffilter.
ik weet niet of we dat zoveel nut moeten hebben. Laten we die 11,59 even aanhouden. Nu 11,50. $17,32. Dat is 0,02 seconden te snel. Hoe wil je het dan hebben? Zal ik er toch nog even dat luchtfilter mee inpleuren dan? Kijken of het dan voldoende is. Hoppakee. Die er vanaf. Die er vanaf. Hoppatee. Hoppatee. Hop. En die. En die. Kom op. Een beetje meer werken alsjeblieft. Zo, kom er maar uit. Nieuwe erin. Hij is natuurlijk veel mooier omdat hij rood is. Zo. Die er weer in. Zo, nou als het goed is dan... Nou hup, testparcours, schiet op. Kijken of we nu wel er doorheen komen. En we zijn nu 11, weer 11,50, precies 11,50. Heeft die 1% er niks uitgehaald? Jawel! Ja, ja. Geef maar even applaus, dames en heren. We zijn eroverheen door mate van het luchtfilter te veranderen. Nou, ik weet niet hoe je het zou willen hebben, maar ik vind het toch wel een heel erg fijn en bevredigend einde. Daarmee zou ik willen zeggen bedankt voor het kijken naar mijn episode. Ik hoop dat je hem leuk vond. Zowel door even dat leuke blauwe duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En zou ik zeggen, dames en heren, bedankt. En tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.